Goedendag. Een prachtige zonsopkomst weer vanmorgen. Het was overwegend helder. Er waren wel enkele hoge wolkenvelden aanwezig en dat zorgde echt wel voor mooie plaatjes in de natuur. Daarnaast zagen we vandaag grote verschillen in temperatuur tussen het westen en oosten van het land. En dat kwam doordat de wind naar het westen was gedraaid. In het westen dus ook maxima rond 21 of 22 graden. Terwijl in het oosten nog wel lokaal de 29 graden werd gehaald. En dat kwam doordat er een koufront overtrok. Die was niet heel erg actief, maar de bewolking daarvan was absoluut wel aanwezig. Daarnaast staat de meteorologische herfst op het punt van starten. En dat betekent ook dat we de stormnamen nu aan jullie bekend kunnen maken. Die zijn uitgegeven door de drie weerdiensten. Eentje uit Ierland, eentje uit Engeland en eentje uit Nederland, het KNMI. En er zijn 7 namen hiervan die ook vanuit Nederland komen. Waaronder bijvoorbeeld Floris en Bert. En het wordt dit seizoen dus afwachten in hoeverre we deze namen gaan gebruiken. Die zal je dan uiteraard nog wel ook langs gaan horen komen in onze berichtgeving. Stormachtig weer, daar hebben we nu absoluut niet mee te maken. Het is vandaag ook weer vrij rustig weer. Met dus wel die grote temperatuurverschillen tussen het westen en oosten. En vanuit het zuiden komt er toch wel weer een weersverandering opzetten. Met name het zuidoosten gaat met meer bewolking te maken krijgen. En ook al enkele buien die kunnen gaan overtrekken. Zowel vanavond als op vrijdag is dat het geval. En in de nacht van vrijdag op zaterdag trekt een actiever gebied met buien ook verder over Nederland. En die kunnen lokaal wel eens stevig gaan uitpakken. Met kans op veel neerslag in korte tijd. En ook onweer is daarbij mogelijk. Tegelijkertijd draait de wind naar het zuidoosten en wordt er ook weer warmere lucht aangevoerd. Op zaterdag gaan we dan in Limburg alweer richting zomerse warmte. Zo'n 25 graden. En op zondag denk ik dat we zomaar eens op grote schaal weer naar de tropische 30 graden kunnen gaan. Dat is natuurlijk dan de start van de meteorologische herfst. Maar die gaan we dus absoluut niet van start met herfstweer, maar juist met warm nazomerweer. Maar dus wel met die kans op stevige regen- en onweersbuien. Nou, en die zien we in dit fijnmazige weermodel ook heel erg goed terug. Als eerste in Limburg enkele exemplaren mogelijk, komende nacht al. Morgen overdag is dat ook het geval, met dan daar ook de laagste temperaturen. Elders nog een graad of 23, maar in de nacht naar zaterdag een gebied met actieve buien dat dan overtrekt vanuit het zuiden. Die trekken dus vrij traag, kans op wateroverlast en ook onweer. In dit Nederlandse weermodel pakken ze dus vrij stevig uit. Het Duitse ICON-D2 weermodel is wat minder actief. Dus het is de komende uren en dagen nog even afwachten hoe actief die buien uitpakken. Dus het is even de radar in de gaten houden. En we houden jullie uiteraard ook op de hoogte. Zien we ook gelijk goed dat die temperatuur in het zuiden van Limburg dan al flink begint op te lopen. Om 8 uur 's avonds op zaterdag nog steeds 26 graden. En die warmte komt op zondag dus verder noordelijk terecht. Dan eerst weer even terug naar het weerbeeld van vanavond. Temperatuur zit tussen 16 en 20 graden met een mix van wolkenvelden en zon. En in het zuiden, daar is dan nog wel een enkele bui mogelijk. En die wind is dan inmiddels op de meeste plaatsen gedraaid naar het westen en is matig van kracht. Vannacht daalt de temperatuur in opklaringsgebieden naar een graad of 10 in het noorden. Misschien dat we lokaal nog wel enkele graden lager uit gaan komen. En in de gebieden met weinig wind kunnen dan ook wel enkele mistbanken gaan ontstaan. In het zuiden, daar is dan meer bewolking aanwezig, daar een graad of 15. En daar trekken dus ook geregeld dan enkele buien over. En de wind is noordwestelijk en slechts zwak van kracht. Morgen een prima dag voor de grootste delen van Nederland met een graad of 21 tot 23. Alleen in het zuidoosten, daar trekken dus wat vaker buien over. Daar dus ook de laagste maxima, een graad of 20. De wind die is dan iets gedraaid, komt uit noordelijke richtingen en is matig van kracht. Zaterdag starten we dan dus mogelijk nog met die stevige buien, maar daarna wordt het droog. En dan ligt de gemiddelde temperatuur rond een graad of 24. Waarschijnlijk in het noordwesten graad of 20, in het zuidoosten mogelijk al wel weer 28 graden. Zondag gemiddeld 29 graden. Op verschillende plaatsen dus wel weer die tropische 30 graden mogelijk. Overwegend droog, in de loop van de dag wel weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En daarna blijft het toch vrij warm voor de tijd van het jaar. Zeker maandag nog 27 graden. Daarna ietsje minder warm, maar met 22 graden nog steeds heel erg aangenaam. Toch moeten we wel dagelijks rekening houden met buien, want lage druk gaat wat meer invloed uitoefenen. Tot de volgende keer.